De Monikarta is in augustus van het vorig jaar geïntroduceerd met als doel de uitbetalingen van sociale voorzieningen door de Dienst Administratie en Uitbetaling Sociale Voorzieningen, AUSV, en de uitbetaling van AOV te automatiseren. De voorbereidingen voor de implementatie waren in januari 2017 gestart. De lange rijen waarin voorheen gestaan moesten worden voor het ontvangen van de gelden, behoren nu tot het verleden. Dit project kunnen we met succes noemen, zoals ik al eerder heb aangehaald. De reactie van de cliënten zijn zeer positief. Met 99% staat achter Monikarta. En je gaat 1% hebben die altijd nog, nooit ga je 100% tevredenheid krijgen. En als je 99% hebt, is het een zeer gewaardeerde percentage. Ten aanzien van de bevindingen kan ik zeggen dat het goed is verlopen na de implementatie. De zaken die we hadden geïdentificeerd, laat ik zeggen, kleine probleemgevallen, waaronder het inslikken van pinpassen en misschien de codes, dat de mensen het nog niet konden onthouden en dergelijke. Al die soort zaken hebben we heel goed kunnen opvangen samen met de bank, het team van sociale zaken. En op den duur ziet u zelf, als u dat gemerkt heeft, u bent mediaman, dat er bijna niet meer over wordt gesproken dat er dit probleem, dat er zo'n probleem is ontstaan of dergelijke. Integendeel gaat het heel smooth. En met trots mogen we zeggen dat het een prachtig project is geweest, de Monikarta. Je gaat niet meer uitbetalen, niet uitrukken. Dat betekent dat de overheid minder moet uitgeven aan dit soort zaken. Want het ging gepaard met heel veel kosten. Want je gaat uitrijden, uitrukken, noem maar op, uitbetalen. Het was een heleboel, een groot logistiek werk. En belangrijk is dat we vooral in deze periode ook zoveel mogelijk kunnen bezuinigen. En natuurlijk heeft het zijn voordelen, toch? En je gaat op den duur automatiseren en je ziet dat het werkt. Het ligt in de bedoeling de uitbetaling van de kinderbijslag, AKB, ook via de Monikarta te laten geschieden. In 2018 gaan we beginnen met de eerste groep van AKB'er in juni. Lijkt dit ook uitleggen. Een AKB gaan we nu in 2 termijnen uitbetalen. Vroeger was het zo dat we per jaar 1 keer gingen uitbetalen, maar nu gaan we het overbrengen naar 2 keer per jaar. Dus dan gaan we in juni betalen en november weer. Voor wat betreft de uitbetaling van de sociale voorzieningen en AOV in het binnenland, is het ministerie nu bezig de administratieve zaken in orde te zetten. Alleen Sipaliwini rest nog wat AOV betreft, want zoals ik eerder heb aangegeven, Koroni en Nikeri heb ik 100% bankcliënten, dan resten de districten Saramaka, Parawanika, Komawene, Paramaribo, welke heb ik nog meer, Brukkeponde, Marowene, dus allemaal hebben dan hun Monikarta. Nu zijn we bezig te identificeren waar er precies een ATM-machine kan komen en waar er al een ATM-machine is. Zodat die mensen van het binnenland en mensen van Paramaribo en noem maar op, dezelfde dingen krijgen, behandeling. Hier is een nieuwe afdeling, de afdeling binnenland, die bezig is met de herstructurering en herordering van het binnenland. Zoals ik heb uitgelegd, momenteel gaan we van start met een implementatie van Monikarta in het binnenland. Voor mensen met een beperking, zwakke huishoudens en algemene kinderbijslag. Momenteel zijn we bezig met onze screening. Dat houdt in dat we kijken als die mensen hun namen goed geschreven zijn, als die mensen inderdaad daar in het dorp wonen. En we zijn ook bezig met CBB om te kijken als de juiste schrijfwijze van die mensen hun namen. Zoals ik vijf sabi solisi, dus my god, en ik controleer ook of die in de schrijfboom of die in Sani. Want de Monikarta print uit, Wanmeka print uit, dat is juiste schrijfwijze voor Asmani. Cliënten die hun Monikarta kwijt zijn of van wie de kaart beschadigd of kapot is, kunnen zich met hun legitimatiebewijs aanmelden bij de Dienst Administratie en Uitbetaling Sociale Voorzieningen. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.